Goedendag. Na een poos zijn wij er weer met de nodige informatie met betrekking tot de COVID-19 situatie in Suriname, maar ook in de rest van de wereld. Middels deze wil ik ook mededelen dat het COVID-19 journaal ook niet meer zal verschijnen zoals u dat dagelijks gewend was. En dat vanwege de versoepelde maatregelen. Zo hoeven mensen met klachten zich niet meer te laten testen op het coronavirus. 2 jaar hebben wij het COVID-19 journaal aan u gepresenteerd. Dit ter bewustwording over het COVID-virus. Verschillende deskundigen hebben via hun specialisatie getracht COVID-19 in Suriname beheersbaar te houden. Terugdenken aan de vele maatregelen, waaronder de total lockdowns, tot naar de grote vaccinatiecampagnes. In overleg en na een goede evaluatie met het ministerie van Volksgezondheid is er besloten om het COVID-19 journaal tot een einde te brengen. Wel zullen wij als redactie van het journaal samen met het ministerie van Volksgezondheid de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 op de voet blijven volgen en indien nodig zal er een COVID-update gepresenteerd worden, zoals dat vandaag het geval is. Dit is de COVID-19-update voor vandaag. Het afgelopen etmaal is er, na een paar dagen geen opnames in de ziekenhuizen, toch 1 persoon opgenomen en na lange tijd wordt er een COVID-patiënt intensieve zorg geboden op de intensive care. Ook na lange tijd is er weer een dode te betreuren. Dat brengt het dodental sinds de pandemie zijn intrede deed op 1325. In Suriname zijn er totaal 79.229 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Een kijkje op de COVID-19-dashboard laat zien dat de gevallen en de besmettingen enorm zijn gedaald. Dat geeft aan dat wij al helemaal uit de vijfde golf zijn. En vandaar dat de maatregelen als ook de protocollen enorm zijn versoepeld. De quarantaine- en isolatieplicht zijn opgeheven. Het testbeleid wordt ook aangepast. Alleen bij hospitalisatie worden nog testen afgenomen. In gesprek met onze redactie geeft de directeur van Volksgezondheid aan waarom men ertoe is overgegaan om de maatregelen en de protocollen te versoepelen. We hebben gekeken naar de epidemiologische cijfers en wij hebben geconstateerd dat er nu veel minder gevallen zijn, veel minder hospitalisaties en een veel lagere mortaliteit. En dat geeft ons ruimte om wat meer te kunnen in de maatschappij dan eerder, dus minder restricties. Maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat we eerder ook geconfronteerd waren met ongeveer dezelfde situatie. Waarom? Eerder hadden we situaties waarbij we zeer hoge percentages hadden wat positieve testen betreft, van het aantal testen dat gedaan werden. En dat geeft aan dat er heel veel besmette personen buiten lopen die niet getest zijn, die waren positief. Dus die positieve mensen, die liepen al buiten zonder dat ze wisten dat ze positief waren. Vaker zonder klachten, een paar of een gedeelte met wat mildere klachten. En als je de cijfers volgt wat betreft ernst van de ziekte en sterfte, dan geeft het ons ruimte om nu in onze protocollen op te nemen dat mensen die positief getest zijn, dat die mensen met milde klachten toch nog in de samenleving mag bewegen met een mond- en neusmasker. Dus ze hoeven niet in isolatie. Mensen die in contact zijn gekomen met deze positieven, die hoeven niet in quarantaine. Want als je moet beseffen dat de persoon die in principe positief was en vrij overal kon gaan, dan waren de mensen die samen woonden samen met deze positieven, die konden ook vrij overal gaan. Dus in principe, zonder te weten, was dit al in een bepaalde mate al aanwezig. Nu, met de huidige cijfers, kunnen we het dan eigenlijk incorporeren in het beleid. Dus momenteel is het zo dat mensen die in contact zijn gekomen met COVID-19 positieven, die hoeven niet in quarantaine.
Verder, mensen die COVID-19 positief zijn getest, die zullen met milde klachten toch nog aan het werk kunnen gaan met een chirurgische mond- en neusmasker. Of buitenshuis. Dus die gaat dan niet verplicht in isolatie. En wat er ook bij is gekomen, is dat wij niet meer aan de artsen zullen verplichten om alle mensen waarbij er een verdenking is op COVID-19, om al deze mensen verplicht te testen op COVID-19. Dat gaan we niet meer doen. Wij testen nu alleen de mensen die opgenomen zullen moeten worden met klachten die lijken op COVID-19. Dus klachten die doen vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van COVID-19. En ook bij gezondheidswerkers met klachten. En uiteraard zullen wij de cijfers moeten blijven volgen. En dat zal geïncorporeerd worden in het surveillance systeem voor infectieziekten. COVID-19 is 2 jaar terug als een nieuwe ziekte opgedoken in Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voornemens COVID-19 op te nemen in een surveillance systeem van infectieziekten, maar dan in samenspraak met het BOG. Van daaruit zal de COVID-situatie gemonitord worden. Dus COVID-19 is ietsje langer dan 2 jaar geleden als een nieuwe ziekte opgedoken, een nieuwe veroorzaker. En nu wordt het geïncorporeerd in het surveillance systeem van infectieziekten. En daarvoor zijn er al zaken in place. Het BOG die is verantwoordelijk voor surveillance. Dus die gaan ervoor zorgen dat er in ons territorium, heel Suriname, de surveillance mogelijkheid is. Voor de directeur is het nog riskant om het uitgaansleven weer helemaal open te gooien, gezien onze vaccinatiegraad. Gevreesd wordt voor opnieuw een explosieve stijging voor wat het aantal besmettingen betreft. We weten wel dat er mensen zijn die illegaal feesten of zo. We kunnen niet overal handhaven. Maar om iedereen de toestemming te geven om bij elkaar massaal te komen, dat is een beetje riskant. Want dan hebben we ervoor gezorgd dat we situaties creëren waarbij er een explosieve verspreiding van het virus plaats kan vinden. En hoe dan ook, alles wordt eigenlijk een griepseizoen. Als je iedereen tegelijkertijd hebt die klachten heeft, soms heb je hulp nodig thuis. Als iedereen tegelijkertijd plat ligt, wie gaat de ene helpen? De ene gaat dan eerder ernstig ziek worden. Maar het gaat meer erom van, we willen niet dat zoveel mensen tegelijkertijd ziek worden, want een aantal van die mensen die gaan ernstig ziek kunnen worden. En we willen niet ervoor zorgen dat de opvang van deze zieke mensen in gedrang komt. Behalve dat we niet iedereen tegelijkertijd ziek willen hebben, moeten we kijken naar onze vaccinatiegraad. Die is niet hoog genoeg naar ons inziens en wij willen daarom de samenleving de gelegenheid geven om dit eigenlijk te verhogen. Ben je niet beschermd door het vaccin? Gaat u zich vaccineren. Laat u zich vaccineren. En indien u in aanmerking komt voor een booster, gaat u alstublieft voor zo'n boosterprik. En daarnaast, dan hebben we gezien dat de cijfers heel belangrijk zijn om te volgen. Indien de cijfers blijven, deze trend blijven volgen, dan kunnen we eigenlijk geleidelijk aan gaan tot nog meer versoepeling, zodat wij eigenlijk in het nieuwe normaal eigenlijk terechtkomen, waarbij er haast geen maatregelen meer zullen zijn. Elk land heeft sinds de COVID-uitbraak protocollen ontwikkeld. Nu, met de vele versoepelingen wereldwijd, zijn de protocollen ook aangepast.
Cindy Uden is de voorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten. Zij geeft aan hoe de versoepelingen in de verschillende destinaties er nu uitzien, maar ook wat de protocollen zijn voor Surinamers die willen afreizen. Elk land heeft zijn eigen regels. Dus het is afhankelijk van de bestemming waar u naartoe wilt gaan, wat de regels zijn. Als u zegt van ik wil naar Nederland gaan, dan moeten we kijken wat zijn de inreisprotocollen van Nederland. Zegt u ik wil naar Curaçao gaan, dan gaan we lezen wat Curaçao vraagt. En zo ook voor Guyana, Trinidad, noem het maar op. Elk land heeft zijn eigen inreisprotocollen ter zake COVID. Zowel Curaçao als Aruba hebben onlangs ergens, even kijken hoor, ik ken het niet uit, rond 10 maart heeft Curaçao zijn inreisregels versoepeld. En Aruba volgde een week ongeveer daarna. En die hebben gezegd, je hoeft geen testbewijs meer af te geven. Je moet wel de immigratieprotocollen moet je volgen. Dus je moet een immigratiebewijs hebben. Je moet een verplichte verzekering hebben. Er zijn nog een paar andere eisen waaraan je moet voldoen voordat je wilt afreizen. Trinidad heeft sinds 29 maart versoepeld. Die vroeg al die tijd een PCR-test voor volledig gevaccineerden. Die accepteren tot op dit moment alleen volledig gevaccineerden. Niet-Trinidadianen, dus wij bijvoorbeeld die naar Trinidad willen gaan, voor wat voor reden dan ook, moeten volledig gevaccineerd zijn. En moesten voor 29 maart alleen, konden we alleen inreizen met een negatieve PCR-test. Vanaf 29 maart mogen Surinamers die volledig gevaccineerd zijn naar Trinidad afreizen met een antigeentest of een PCR-test. Maakt uit qua prijs. Dus de keuze zal al heel gauw vallen op een antigeentest. Waarom zou men nog een PCR-test nemen? Dan is het afhankelijk van de doorreis eventueel, dat andere land waar je naartoe wilt gaan. Dus nogmaals, per bestemming moet je nagaan wat de eisen zijn. En moet je voldoen aan die regels, wil je in het land binnenkomen. Amerika die heeft aangegeven volledig gevaccineerden. Een testbewijs. Het mag een antigeentest zijn, mag een PCR-test zijn. En het is voor personen vanaf 2 jaar die zo'n testbewijs moeten aanleveren. De verplichte vaccinatie is vanaf de leeftijd van 18 jaar. Ja, dus deze, kijk, omdat de bestemmingen best wel veel aangedaan worden, ken je de regels zo'n beetje. Maar dan nog, checken we toch altijd weer even, is het niet in de tussentijd gewijzigd. Maar net wat ik u zeg, Trinidad is sinds 2 dagen geleden is dat gewijzigd. Je moet on the game zijn, want anders kan je daardoor mensen verkeerde informatie geven. Dus hoe je het draait of keert, je gaat je moeten laten vaccineren als je zou willen reizen. Om Suriname binnen te komen gelden daar ook protocollen voor. Iemand die uit Nederland komt moet volledig gevaccineerd zijn en moet een negatief testbewijs bij zich hebben. Dit inreisbeleid wordt sinds 23 maart toegepast. Die moet volledig gevaccineerd zijn om naar Suriname te kunnen afreizen. En die moet daarnaast een testbewijs afgeven. Dus vaccinatiebewijs en een testbewijs, negatief testbewijs. Het mag een antigeentest zijn dat niet ouder is dan 24 uur. Of een PCR-test dat niet ouder is dan 48 uur. Voorlopig is het nog zo dat en ieder die in Suriname wil komen vanuit het buitenland, een niet-ingezetene, die moet volledig gevaccineerd zijn en die moet komen met een negatieve COVID-19-test. Het zij een PCR-test van korter dan 3 dagen, het zij een antigeen-test van korter dan 1 dag. Maar het kan zijn dat wanneer wij deze cijfers blijven hebben in het land, dat wij overgaan tot in principe versoepeling daarvan. Dus we blijven al die maatregelen monitoren, de epidemiologische situatie monitoren en we gaan dan beleid op basis daarvan uitstippelen. Op de vraag als Suriname nog gezien wordt als een risicoland, zegt de directeur dat elk land één zijn eigen klassificatiesysteem hanteert. Zo is volgens de website van Rijksoverheid in Nederland Suriname nog steeds een COVID-19 risicoland. Dat vanwege de lage vaccinatiegraad in ons land. Elk land die gebruikt een klassificatiesysteem en op basis van dat systeem kunnen ze klassificeren of een land hoog risico is of laag risico. En op basis daarvan gaan ze ook een inreisbeleid formuleren.
Maar er zijn heel veel landen al in de wereld die hebben aangegeven dat ze dat voor hun inreiscriteria er geen restricties zijn. Er zijn sommigen die alleen een vaccinatiebewijs eisen, anderen die hebben dan helemaal geen restricties meer. Als u de website van de Rijksoverheid van Nederland bijvoorbeeld volgt, ja, dan zijn we nog steeds een risicoland. Er wordt veelal gerefereerd naar de vaccinatiegraad die er in Suriname is, dat die nog schommelt bij 50% voor de volledig gevaccineerden. Wat ik wel had begrepen van een arts was, er zijn ook een aantal mensen die, of nou ja, een groot aantal heeft ook COVID gehad. Dus die hebben ook die antibodies in zich. Dus die, waardoor de graad ietsje hoger uit zou kunnen pakken. Maar nogmaals, dat is niet mijn vakgebied. Ik heb het alleen maar van een arts die dat had gezegd. Maar officieel hadden we begrepen dat de vaccinatiegraad voor volledige gevaccineerden rond de 50% was. Dus dat, en daardoor worden we nog wel gezien als risico, als je vanuit de bril vanuit Nederland bekijkt, om het zo te zeggen. Andere landen hebben daar niet zo een uitgesproken oordeel over gegeven, vooralsnog. En zo zijn wij aan het eind gekomen van deze COVID-update. Ik wil u een fijne dag toewensen en zie u weer bij de volgende update. Tot ziens!